Beste vakantie- en vinylvrienden, ja, de meeste van jullie liggen lekker met de klets in de zon. Lekker te genieten van de bouwvak. En wat is er dan mooier om een uitzending te kijken van Vinyl Junks. Inmiddels al meer dan een jaar bestaan en nou, super dat jullie er allemaal weer bij zijn. Vandaag zijn we te gast bij Rutger Brummeleus. Nou, we zijn kijken wat hij allemaal van moois in zijn vijf op schijf heeft. Kom gewoon mee. Rutger Brummeleus! Dag. Ook wel de Brum genoemd. Dat klopt. Kijk. Nou, dit zien we weer graag, toch? Ja, mooi hè? Ja, geweldig. Ja. Wat een mooi hockey. Ja, daar ben ik ook wat trots op. Dat kan wel. Ja, dat moet dat ook wel, toch? Ja, ik heb toen tegen moeder gezegd van, goh, kan ik een keer in de schuur zitten met de camera, een paar plaatjes misschien. Ja, dat kon allemaal wat door gewoon. Alleen had moeders denk ik niet verwacht dat het zo slim zou worden. Maar, jong speet. Nee. Ik hoop het niet in ieder geval. Nee, zal er nog lang last van hebben. Nu kijk ik direct achter hoe. Ja. Ik ben hier toch voor Vinyl Junks. En niet voor de CD-koning. Ja, ik dacht dat je volgend jaar nieuwe opnames deed. En dat je voor de CD-junks kwam. Dan kan ik ook wel een mooi met doen, dacht ik. Ja. Je bent aan allebei eigenlijk wel een hobby. Ja, voor alle markten thuis. Ja. Ik heb vinyl natuurlijk al iets lang verzameld. En nog steeds. Alleen laatste jaren werd dat wel wat moeilijker. En toen ben ik langzaamaan begonnen met, ik kan wel een cd'tje komen. Ja. En dat is het begin van? Het lukt wel vrij snel uit de hand. Ik heb hieronder een kast vol staan. Ja, daar heb ik toch wel een beetje last vaak begint te verzamelen, zeg maar. Dat brekt, ja, dat is een verzameldrift, de woede die loskomt. Ja, mok hem begint dat aan. Ja, ja. Ook nog, dit wordt nog weer dan en dan. Ja, dat is ook wel mooi. Oh, dat is er ook nog, ja, zo gint dan en ja. Wat erbij. Die vraag stel ik meestal pas op het eind, maar land er toch maar op inhangen. Heb je meer verzamelwoedes? Ja, nee, dat denk ik niet. Nee. Ik heb weinig. Veel met muziek? Ja, dus muziek. Ja, ik vind het sowieso hier in de schuur wat mooi om een keer een kroegbotje of mooi wat ouderwets of zo op te hangen. Maar verder, CD's, singles, LP's, ja, dan houdt wel op. Ja. Tenminste, verder vroeger verzamelde ik CQ-trekkertjes. Nou, daar ben ik een paar jaar in de stap, zeg maar. Stond er in ieder geval vrij. Ja, stier er nog steeds, maar mooi achter de schuur in kant, hè. Ja. Stier er mooi onder. Ja, geweldig. Je bent genomineerd. Ja, genomineerd. Bart Hazenbekker. Ja. Vinyl Paradijs. Ja. Een van de vaste klanten. Vaste klanten. Ik kom eruit worden. En ik kwam al bij Bart. Toen woonde hij nog in die boerderij. En toen was hij nog echt helemaal op GMZ muziek gericht. Ik denk dat ik kwam, maak Jorop 16, kan nog geen rebewezen, kwam ik daar de eerste keer nou. Van de site veel gekocht van hem en eigenlijk al jarenlang, ja, wat Bart zelf ook zegt, vaste klant. En ik loop de deur niet plat, maar met enige regelmaat kom ik in binnen en dan heel nog wat Bart. Ach, en ik kan er ook eigenlijk altijd wel wat vinden, maar ja, ik denk dat er ook maar heel weinig zijn die daar niet wat kunnen vinden, zeg maar. Ja, ja. Het genre is wel zo breed. Ja, en in zo'n LP-kelder van Euro, ja, daar griep je nooit mis. Van geen beul aan, nee. Klopt. Nee. Bart heeft een vraag voor jou gesproken. Ja, laat maar zo aan. Hey Rutger, ja, ik moet je nog een vraag stellen. Bij deze doe ik dat. Welke plaat, welke piratensingle mist nog in jouw collectie? Daar zijn we erg benieuwd naar. Ja, Bart, je hebt me de vraag gesteld. Wat voor single LP zou je nou graag aan je collectie willen toevoegen? Nou, ik zeg altijd, ik ben eigenlijk heel tevreden met wat ik heb. Ik heb niet echt een verlanglijstje. Maar ja, er zijn altijd en er blijft ook al die dingen die zeggen van, goh, dat wil ik wel mooi hebben. Nou, en ja, het LP'tje werd wat lastig. En aangezien ik toch een beetje op mijn, ja, tien werd trap, zere vingers, hekken maar op cd kal. Edgar. Glimmende scheef. Ja, glimmende scheef. Maar klinkt net zo mooi, hoor. Ja. Dat wil ik naar mol. Dus als er iemand is die zegt van, goh, ik wil hem voor twee tientjes missen, moet je gewoon proberen doen. Hè? Ja, en dan wil ik hem nou aan mol op LVM. Ja. Hoe kom je eraan? Aan die cd'tje? Via internet besteld of zo? Via internet besteld, uit Amerika. Nou ja, dat is tegenwoordig ook niet meer echt grappig. Hij werd buiten de Europese Unie, hè? Allemaal met de invoerrechten en zo. Maar goed, wat ik net ook zei, hij zegt van, mok hebben, ja, dan komt dat er. Ja. Mooi. We gaan door met het huiswerk. Huiswerk. De schijf, de vijf op schijf. Ja, daar was ik vroeger op school ook al slecht in, maar ik heb dit keer wel beter voor bereden. Ja? Ja. Was niet zo heel moeilijk? Nou ja, niet zo heel moeilijk. Ik denk dat hier al drie maanden weer komt voor de cd's dat ik dit neer. Een bepaald aantal dingen zul je altijd pakken, zeg maar. Dat je zegt van, heb ik een verhaal bij en heb ik een gevoel bij, een idee bij je en bepaalde dingen vind je mooi. Ja, en de ene keer vind ik dit misschien wat mooier dan de andere keer. En ja, ik heb gewoon een paar dingen gepakt en ik denk dat ik wel
mooi verhaal van kan horen. Dus er zit vooral een verhaal achter, of is het een lucky loterij? Nou, ik denk dat de meeste dingen of een verhaal achter zit, of even mooie verzamelwaarden, zeg maar, dat je zegt van ik lang naar gezocht. En ja, zo heb ik een beetje uitgezocht, een beetje geselecteerd. Ja, je hebt alles mooie keurig in bakken. Ja. Hij heeft ook geordend op volgorde alfabetisch, of? Ja, ik begin hier met de D. En dan kom ik bij de H en dan schreef daar heel de vraag. Nee, ik heb helemaal niks aan volgorde staan. Ik vind dat ook eigenlijk, als je zo door de bak in gaat, dan ja, zie ik alles eigenlijk staan. Wat ik ook wel eens hoor, als je alfabet doet, dan moet je heel de bak doen om spul te vinden. Nou, oké, okay, ben ik het ook wel mee eens, maar ik weet zeker dat ik het op alfabet zeg, is nog een half jaar in je rood zooi. Ja, Nederlandstalig begint wie dan met, hè? Ja. De Matadors. De Matadors. Ja. Lang naar gezocht, verder niet echt een verhaal bij of zo dat ik zeg van goh, heb een heel mooi idee. Nee, gewoon van een handelaar die mij bericht heeft en die wist dat ik hem zocht en daar heb ik hem van kunnen kopen. En ja, dan moet je een gelukje met hem, zeg ik dan. Al lang aanwezig in de collectie of? Een jaar denk ik ongeveer, ja, anderhalf jaar. Ja, ja. En ik denk dat hij toch wel een jaar of 10 op leesje stond. Dus ja, als je zo'n ding hebt gekocht die week, dan hoef je die week ook niet wat weer te kopen, zeg maar. Loop maar even netjes benoemen. Nou, ik zal hem eens even maar zeggen. Bij de meeste bekend denk ik, maar langer zo hard. Ja, langer is gewoon nog niet. Ja, op die fijne slipmatjes. Wat is er los met Mathilde vanavond? Mathilde vannacht. Al wist ik maar wat ze wilde vanavond. Al wist ik maar wat ze wilde vannacht. Er is wat los met die schat, die kan het raden. Gisteren dronk ze nog vodka en wijn. Maar vandaag zijn ze wil niet. Nederlands ook gelijk het favoriete genre. In de collectie? Ik denk wel dat bij mij grotendeels Nederlands is. Ja, persoonlijk ook van mening, als je met GMSN de muziek doet. Dat is ooit begonnen omdat ja, Nederlandstalig werd gemist, zeg maar. En dan gooi je heel sentimenteel natuurlijk een verhaal vertellen. Maar zo werkt natuurlijk uiteindelijk wel. Als ik GMSN luister en er staat, steekt er een aan en die draait zes Duitsers achter elkaar. Ja, ik wil ook niet zeggen dat ik direct aan de knop draai. Maar ik was zoiets van, goh, zullen we niet zo mooi een Nederlandse plaat draaien? Dus, en ik heb zelf in de collectie ook veel Nederlands. Is qua verzameling ook wat moeilijker, denk ik, op de kring. Duits vind ik ook mooi, Engels ook. Ik ben heel benieuwd wat dat er gaat qua muziek. Maar een verzoekje aanvragen, dan is het vaak Nederlands? Of? Ja, ik ben niet zo van de verzoekjes aanvragen. Dan zet ik zelf YouTube wel aan of zo. Dan kan ik... Nee, maar ik kan wel waarderen als een piraat veel Nederlands draait. En ik vind het ook mooi als ik weet dat piraat veel van plaat draait. Dat kan ik echt wel waarderen. Maar het ene gaat ook een beetje om programma. Hè? Hier kan je veel van plaat draaien, maar het is allemaal muziek dat ik denk van. Ja, de een nog valser als de ander en de een schreeuwt nog harder als de ander. Ja, dan dreef maar gewoon wat van Spotify af, maar dat gewoon lekker klinkt, zeg maar. Maar ja, het moet gewoon wat fatsoenlijk weer. En uiteindelijk is het ook allemaal kwestie van smaak. Er zullen ook mensen weer die vinden het niks aan. Kan ook inkomen, maar ja, dat is een beetje het idee. Ja, zelf bij de Weersloze Piraatjes. Ja. Ben je dan zelf in de uitzending ook van het experimenteren en van het inbrengen van nieuwe... Nee, ik ben eigenlijk wel een van hoog Telstar gehalte. Goed polka, goed instrumentaal, met een beetje Duits en een beetje Engels, zeg maar. En ik kan echt wel een kent plaatje tussendoor draaien. Dat ik denk van, god, die is de laatste een beetje ingekomen of zo. Maar moet dus zeggen dat ik 30 singles onder schap heb liggen en denk van, nou, dan moet ik hem twee keer op dag draaien omdat dan dat ding inkomt en meer. Nee, maar ik heb ook nooit geluk dat ik dat soort plaat 30 keer heb, zeg maar. Ik kom er altijd te laat achter. Ja, je loopt achter de muur daar. Je brengt ze nooit in. Misschien wel een beetje, ja. Ja, ik ben niet zo van die... Ach, ik kan goed een plaat worden dat ik zeg van ja... Dan hoor ik hem en dan denk ik, ja, dit kon nog wel eens wat worden. En dan koop ik dat. En dan denk ik van, dit wordt niet wat. En dan is het ding 3 maanden later €150 weer. Ja, ik heb altijd een beetje dat geluk, zeg maar. Dat ik altijd een plaat koop van, kon nog wel eens worden. Nee, maar gekheid. Maar ja, je kunt een keer wat anders draaien dan een ander doet. Dat vind ik ook mooi, maar de hele tijd gewoon vreemde muziek en zo. Nee, doe maar gewoon een beetje meer zingmuziek en zo. En ik denk ook een beetje opletten, vind ik zelf op wat van tijd van de dag draai. Kijk, als je overdag draait en het is maandags, dan wil je dan een beetje stegen muziek hebben. En dan wil je een beetje kunnen landen en een beetje meer kunnen doen. En je kunt best wat tranentrekkers draaien, dat vind ik zelf ook hartstikke mooi. Maar ja, de hele tijd achter elkaar komt dat volgens mij, ja, een programma niet altijd ten goede. Zal niet iedereen met mij eens weten, maar...
Ja. Ja, je houdt dus echt rekening met het moment dat je... Ja, rekening, maar ik heb wel zoiets vaak zelf aan het werk. Je leeft er wel in, een beetje in de luisteraar. Ja, ik zelf aan het werk ben, weet toch ook gewoon een beetje muziek en bij kent en dat je mee kunt zingen. Hoe de muziek klinkt, zo ben je aan het werk, zeg ik altijd. Ja, ja. En als dat een beetje vlot is en dat is mooi en dat geeft mooi, dan, ja, dan geeft dat werk nog wat sneller, denk ik. Ja, absoluut. En vooral veranderde luisteraars al veel. Ja, er zijn toch veel jongens die de bouw lopen met boeren en dat soort jongens en ja, met de handwerk. Ja. Ja. Wat net al over de slipmaatjes, nu zien we ze helemaal in het echt. Ja, punt gaaf toch? Ja. Twee grote bloemkolen, hè? Ja, dat is toch fantastisch. Ja, hoe kom je eraan? Ik heb ooit die platenspeelers kocht in Vroomshoop. Wel in een goede tijd? Of? Ja, goede tijd, etenpiraten-tijd nog. Toen kon je nog dingen van redelijke prijs komen, zeg maar. En daar zaten die slipmaat mee. En ik heb ze er een jaar of zeven af had, toen had ik de neefjes wat jongen, maar ja, die kiekt ondertussen ook afvlodden. Dus ja, dan kun je toch ook wel langzaam aan dit weer, Die zijn niet meer weg te slaan in de studio. Ja, gebeurt een beetje beter. Kijk, je hoeft niet de hele studio er met vol te hangen. Ik heb door ook waar hij door naar de hoek en loopt. Dan heb ik blote bep op de step. Dat is een Telstra-poostertje, zeg maar. Ja, het werd er gewoon een beetje bij. Hè. Je bent ook allemaal kerels en zo werkt het een beetje. Okay, Danny, von mir aus kann's losgehen. Na prima, ich freu mich schon. Autokino, Samstag um 10. Ja, das ist der Treffpunkt, wo wir zwei uns sehen. Autokino, Samstag um 10. Bitte bleib am Sprechpunkt bis zu unserem Treffpunkt. Sag ich dir schon, heute Samstag wird es schön. Je weet wel hoe je de tent op de kop moet zetten. Zoals zo'n tentfeestplaatje. Ja, ik ben ook heel eerlijk. Als ik onderweg zet en ik zit in de auto, dan... ja, die geeft maar tot 29, die volumeknop. Maar ik denk niet dat ik er vaak ondersteer dat ik dit doe. Goeie keus. Althans, uit mijn verhaal. Ja, het heeft helemaal geen verhaal bij mij. Het is helemaal niet dat ik zeg van... Goh, het is verzameling moeilijk of zo. Nee. Ik vind het gewoon mooi om te doen. Mooi ding, autokino. Ja, en dat is het eigenlijk. En wat ik zeg, akkemeur, dan... Ja, en wat die ook zegt, ik denk dat je de hele tent langzaamaan met op de kop kreeg. Die kent de meesten wel, ja. Ja. Nee, en dat is ook wel mooi hier een keer in Weerslo, met de carnaval, Danny Christian hier. Nou, die steert op podium en die zegt heel mooi van, nou, en als ik in de Achterhoek ben, nou, dan kon je in één keer een krekel of een kraken, zeg maar. Nou, dan roept een paar man Twente. Oh ja, Twente, daar willen ze altijd eerst een plaat doen. Ja, en die zet die plaat in. Ja, fantastisch. Gewoon mooi. Bam. He, een beetje pompen met die muziek en gaan. Ja, vind ik gewoon mooi om te doen. Ja. Ja, nou, wel een feestganger van de meeste piratenfeestjes dat je daar langs gehouden. Ja, ik ben ook 29, je wordt wat ouder. En eerder ging die geregeld een chemisch-zender. En kijk, als je in Weerslo zit, dan hier in het dorp en de dorp om je heen en zo. Ja, daar heb je best wel populaire stations zitten. Ook van vroeger uit met fatsoenlijke tentfeesten, zeg maar. Ja, en dan denk ik dat ik... Dat ik de meesten wel meerdere keren bezocht heb, zeg maar. Ik denk dat gezelligheid net zo belangrijk is als de muziek, zeg maar. Zeker. En ik denk dat daar ook veel piraten aan te doen is. Van, natuurlijk, het is mooi dat we draaien. En respect voor de jongens die hard signaal in de band zetten en zo, is ook allemaal hartstikke mooi. Maar de flesje bier erin, dat is net zo belangrijk. Dus sociaal aspect is net zo belangrijk. Ja. Daar ben ik helemaal... Heb je een heel groot verleden in die piraterij? Ik heb... Hier wat moderaten, één of vier maal, drie drinken, trekken dwangsom erop. Ik doe dat met Weersloos Piraatjes mee. Ik doe met nog twee jongens het Bonne Sennen. Maar ja, dat ligt ook een beetje. Daar moet druk weer met aan de gang. Maar ja, tijd, hè, dat weet je zelf waar. En ik ben voornamelijk veel bezig in die piraterij met verzamelen van vinyl. Daar ben ik wel. Wel bekend om, zeg maar. Ja. Nog op Olympia gedraaid? Olympia heb ik nog een jaar of twee, drie gedaan op maandagmiddag, één keer in de twee weken. Ja, ook mooi. Hè? Wel anders dan geen zender, maar ja, als je muziekliefhebber bent, zeg maar, je hoofd van muziek draait, dan kun je daar echt je eeuw kwijt. Dat is ook mooi. Het heeft allemaal zijn dingen en daar heb ik ook een jaar of drie gedaan. Mooie daarvan vind ik, hè, dat je leert ook andere muziek kennen. Ja. Hier in Twente zit je toch een beetje bij elkaar van, goh, draait heel veel mensen hetzelfde. En Olympia heb je wat meer verschillende windstreken. Ja, en dan leer je toch wel andere muziek kennen. Dat ik denk van, hé, dat ga ik anders nooit uitgezocht of nooit gehoord, zeg maar. Ja, nee. Ja. Tijd voor een mooie plaat met een verhaal. Mooie plaat met een verhaal. Ja, ik heb er een paar uitzocht. MK, waar ik hem liggen?
doe ik hem erin bij. Ik heb hier Espada. En Espada, gewoon bekend, hè? Piraatmentje, goede muziek. Ik hoor nog eens een keer per die singles of LP's op. En ja, dan kom je ook bij verschillende mensen thuis. Nou, hier zie je dus ook een paar lettertjes staan, initialen van iemand. En ik ben bij diegene thuis was. Ik was een jaar of 18. Ik heb via Marktplaats die man bericht gestuurd. En god, die had drie koffers met vinyl decor op staan, singles. Zit ik daar naartoe. Ja, in de buurt? Of? Ja, redelijk in de buurt. En ik daar naartoe en ik kom daar en nou, die man die was ziek, die had wat aan het hart. En dus die wou het verkopen en hadden nou wat wisselgeld voor de kleinkinderen. Mooie collectie, maar ja, je bent een jaar of 18 al, ook niet de wereld te besteden natuurlijk. En nou, ik een bod gedaan, heen tegenbord, kwam wie niet uit. Maar ja, ik denk, ja, nou ja, moet maar gewoon, hè, dan niet. En toen heb ik, ja, ik kan nog geen riep, is niks. Ik heb via Marktplaats dan wel mooi een berichtje gestuurd, dan een keer 50 euro bij op. Nou, kom maar op aan, dus middags met mader, hè. En toen had ik hem beld van, goh, je moet me niet alles van boven beuren, dat doe ik wel. Ik denk, ja, voor gebeurt me door wat op die trap. Nou, ik heb dat spul dus metgenomen en kom ik van joh van mijn werk, hè. Ik zit op verkoop buitendienst. Kom ik in dat straatje aanrien waar ik dat kocht. En die vrouw die dat open en ik ga daar zitten en die zoon zit ook wel daar thuis. En daar had ik al wat meer gedaan, die woonde dus ergens anders. En maar ik denk, ja, er staat Nederlandstalige muziek op. Maar ik wist ook niet meer precies welk huis. En ja, ik wist dus waar dat die man die was dus inmiddels overleden. En ja, ik wist ook niet of wat hetzelfde huis was of niet. Dus ja, je begint daar ook niet direct nee, over. Nee, doe me niet aan te halen. Nee. Nee, ja. Maar ja, ik kom daar op die zolder van een nieuwe dakkapel. Ik denk, ja, verrek. Ik denk, maar dit is een zolder, ben ik best. Dus ik zeg zo van, goh. Vies de herkenning. Heel netjes van, goh, heeft uw man vroeger met geheime zender gedaan? Oh ja. Ja, ik zeg maar, dit is een zolder, ben ik al wel eens best. Toen bleef hij hem stil. Ja, maar niet van dakkapel, zegt die vrouw. Ik zeg, nee, maar ik heb de collectie singles gekocht. En die man, die vrouw, die een beetje van, oh hè, ja, oh wat mooi eigenlijk dat je dat hebt gekocht. En, nou, en dan, ja, dan heb je daar toch in één keer een beeld bij en een verhaal bij. Ik had altijd wel, ik heb een paar singles met dus dat GOK in de bak staan. Van, ja, ik heb dat van diegene gekocht. En ik wist eigenlijk helemaal niet of diegene nog leefde of niet. En ik, ja, ik wist eigenlijk wel een beetje naar achteren of dat zo kon zijn dat die man was overleden. Ja. Bleek dus ook het geval. Maar als je daar zo weer komt en je hebt dan zo'n verhaal erbij en die pakt daar zo'n plaatje, ja, dan... Het is niet dat je een half minuut bij stilstaat, maar toch iemand van, hé, verrek. Ja, prachtig. Hek door kocht. En ja, dat maakt, vind ik, vinyl verzamelen verschrikkelijk mooi. Ja. Ga je dan op de terugreis ook denken van, goh, wat zou ik zelf doen als ik uit de tijd kom? Wat hoop je dat er met de collectie gaat gebeuren? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ja, ik hoop er natuurlijk nog lang niet over na te denken. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik heb vier neefjes, die zijn 9 en 10. Van ja, dan is het voor hun als hun er wat met wil doen. Maar ja, als hun er straks niet wat met wil doen, misschien heeft zelf kinderen dan of zo, maar ik heb geen idee. Ja. Ik denk dat zoals mijn ma en mijn zus en mijn zwager dan ook wel en mijn vriendin wel. En ze weten allemaal waar dat de waarde in die collectie zit, zeg maar. Ja, ja en uiteindelijk, als ik er niet meer ben, dan krijg ik er niet zo heel veel meer van met wat ze door. Ze weet wel in ieder geval... Als ze me niet meer gewoon kleden omschieten, want dan krijg ik niet om het geld. Verder maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Nee, het mooiste zal natuurlijk weer als er iemand verder gaat, waar je goed kent en dat aanhoudt en is niet zo, ja, dan is het niet zo. Dat kan ik niet... ja, sturen. Nee. Dat wil je ook niet sturen. Gelukkig kan ik dat niet sturen. Nee. En wat zei uw vriendin toen je jullie hem kennen? Ja, van deze hobby? Ja. Wat zei hij ervan? Ik denk niet dat hij daar zo heel veel van kan zeggen, maar eigenlijk stond meester al wel. Dus, ja, en die, ja. Verbaasd of? Nee, ja, ik ken mijn vriendin al wel langer, maar dat was nog niet mijn vriendin, dus die wist al een beetje hoe het zat. Ja, ook wel daar zit, ja. Maar ja, verbaasd. Ja, die heeft gewoon zoiets van: je bent gek dat je zo'n zwart stukje koopt waar muziek goed komt en dat je daar een bepaald bedrag van neerlegt. Maar ja. Mevrouw wil nu zelf een plaatspeeldertje hebben, maar ja, dan ga je dat niet met geheime zendermuziek. Dan moet dan bluff opkopen met gangsters en dat soort dingen. Maar ja, als dat erop kan, dan kan er ook monddik van Novak op blinken, denk ik dan. En dan kijk, dat vind ik me gaaf, ja. Je moet ze dan een beetje besmet met dat virus, denk ik dan. Ja. Zo werkt het volgens mij wel. Ja. Nou, dan een stukje hoor, Rutger. Doe eerst Espada even. Dacht ik toch. Welke kant doe je dan? Wat vind je mooi? Ja, zeg toch, ik ben vaak wel van de bierkant. Iets op... Ja, bijzonders. Ja, ik ben dus van de stierendoren, zeg maar. Ja, ik niet. Nee, je bent van de muziekbingo. Ja. Ik vind dat,
weet ik niet, Stierendoren denk ik toen de tijd te vaak gehoord. Mm-hmm. En ja, ik vind dit, ach, ik kan het allebei prima horen, hè. Dat doe ik niet van, maar... Ik denk nooit geen spijt gehad dat je die collectie over hebt genomen, achteraf gezien, van 18-jarige leeftijd. Nee. Ja, spijt moet je nooit hebben, zeg ik wel eens. Ik ben met de eerste bananendozen ben ik ook wel... Schip in gegaan. Ja, dat zeg ik netjes, zeg maar. En de eerste partij singles die ik dacht van, de eerste partij CD's ben ik ook wel... Ja, dat gebeurt hoe. En daar word je ook wees van, denk ik daar. Nee, maar spijt moet je nooit hebben, dat is wisselgeld en dat moet je meenemen de volgende keer. En dit zijn collecties van Oud Piraten, dat is gewoon fantastisch. Dat is echt niet dat, want daar zit ook André van Deun, alles zit er bij in, zeg maar. Maar ja, daar vind je ook dit soort spullen in en nee, daar heb ik nooit spijt van gehad. Nee. En ik wil dat ik elke week nog zo'n collectie op de kop moet ik, maar ja. Dat is anders geworden, hè, door de cheat. Ja, die cheat is wel wat veranderd, zeg maar. Mensen hebben internet en... Ben je daarin ook veranderd? In de zin van dat je het op een andere manier nu aanschaft, op een andere manier eraan komt? Dus meer... Ja, ook wel. Ik ben natuurlijk wel echt opgegroeid in tijdperk internet kom, zeg maar. Ja. Kom natuurlijk zelf in Weerselo, heel veel op de Weerselose markt gelopen, ook mooie dingen gevonden die je had hier. Ik zeg ook altijd, al die cheat dat ik er heb nodig, had ik misschien beter in werk kunnen gaan, had ik dat spullen kunnen kopen. Maar haak meer overal, maar dat is niet de hobby. Nee. Maar ja, ik struin nog wel eens een markt, ja, ik kom wel een keer weer een kringloopje. Maar ook door dit soort verhalen, zeg maar, dat je naar mensen toe gaat, als je ergens naartoe gaat, kun je dan een keer wat vinden. Ben je een verzamelaar, ben je meerdere verzamelaar, ben je iemand die verkoopt. En door moet je soms een beetje op gang, denk ik. Ja, deze plaat heeft voor mij ook een bepaalde herinnering. Ik zal iets zachter zijn. Ik ben vroeger toen ik jaar 15 was, middenklasse gewicht. Nee, gek. Zwarte band. Ja, zwarte band. Nee, Tarzan. Nee. Ja, nee, zo slim is het ook met die. Mijn vader is van 14 jaar terug overleden en die was altijd gek van deze plaat. En ja, wat moet je dan hebben? Hè? Dan moet je die plaat hebben. Maar ja, dan ben je jaar 15 oud. Nou, de boksen is natuurlijk niet. De makkelijkste op vinyl. Nou, dan gooi je een beetje allemaal hem mail. JB zwart en die en dat wordt nog wel eens kwam. Nou, dan heeft een kennis van die die heeft iemand benaderd. Daar ging ik wel af en toe met een paar platen halen en of die single nog had link. Nou, die hadden we niet dubbel. Verhaal uitleg en die week ging mijn zus die ging naar de camping in. Ik weet niet eens meer precies met mijn zwager. En die komt terug later met dat singeltje. En daar sta je echt een beetje van. Verrekste. Ik zit er zelf achteraan te mailen en ik wil dat GNM je er op dat moment een bepaald gevoel bij. Helemaal vol in de emotie natuurlijk. Ja. En dan krijg je dat dingetje. Nou, ik denk dat die eerste week, dagelijks twee keer op de pick-up lag. Ja, dat is op dat moment is dat gewoon even een ding. Ja. En nog steeds, Akkemeur, moet ik altijd even aan mijn vader heen. Ja, en dat ben gewoon een mooi verhaal. Dat ik zeg van ja, als je zo'n singeltje je hem dan zelf hebt en iedereen hem, nee, dan een bepaald gevoel bij. Ja, en dat is de boxer. Het is een geschenkje uit de hemel. Een geschenkje uit de hemel, letterlijk en natuurlijk. Ja, absoluut. Ogen bijna zicht, want ze zitten bijna dicht. Het maakt niet uit, dat zien we morgen wel. Round 4. Ik wou ogen door het scheve neus. Bloemko horen niet nerveus. Stapt hij weer naar voren na de bel. Twee paar blauwe ogen bijna zicht, want ze zitten bijna dicht. Het maakt niet uit, dat zien we morgen.
Engelstalig, Soldier Boys. Ja. Ja. Mooi hè? Super. Ja, fantastische plaat. Ik denk waar dat Engelstalige, wat de meeste piraten mooi vinden, dat er toch een Nederlands vleugje aan zit, zeg maar. Je hebt in die Vinyl Junk al wat meer voorbij zien komen. De classics, de cats, ja, allemaal fantastisch. En ja, dat is dit ook. Ja. Dit is gewoon. Er komt een Engelstalige plaat, mooi stukje piratenmuziek, dit Black Lake. Ja, ik vind het gewoon een topplaat. Ja. Echt mooi om te horen. Weet je nog hoe je eraan gekomen bent? Werkelijk geen idee. heel wat dingen weet ik waarvan, maar bepaalde dingen. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker, dat Dizzy Rick Dierenkamp komt. En dan weet het meestal wel. Welke bar? welke bar dat wel cool, zeg maar. Ja. En ik wist ook dat er iets gebreuken spotjes aan het begin, hoesje niet helemaal goed, maar hij draaide verder mooi om. En ik denk dat hij daar wegkomt, maar helemaal zeker. Een stukje op van Discorama in Veendam. Ja, dat ben ik nog nooit best, Ida. Nee. Nee, dat... Was nog maar zo'n feest, hè? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik ben nooit in Veendam meer. Ik heb er ook nog maar verleurd. Ik denk van, god, Discorama in Veendam. Ik zie ook jezelf eigen stukjes. Elke single heb ik een stickertje op zitten. En ik heb binnen in de hoes. Ja, zul je net zien als Dis het niet heeft. Ja, Dis er heeft toch wel, gelukkig. Hier heb je mijn naam stempeltje staan. Ja. Ik heb vorig jaar corona gehad in januari en dan moet je 8 dagen op de slaapkamer zitten. Ja, en hey, 3000 singles en dan denk je nog een dag van PlayStation, Netflix, van ja, wat zou dat nu eens gewoon doen vandaag? Ja. En toen heb ik tegen Maas gezegd van, goh, kun je me een paar singles naar boven met me brengen? Ja, met die koffers. Ik zeg maar, ik heb van die kartonnen deurskes. Ik zo door ze door maar in. Dat is gewoon elke morgen stond de ontbijt met een doosje singles, zeg maar. En dan kon ik stempeltje indrukken, dan kon ik stikken. En toen ben ik dat ook langzaam een beetje gaan bio. Maar ja, die vraag die kreeg ik voor nog, maar dan kon ik dat direct een beetje koppelen met het verhaal. Ja. Dus ik heb een Excel-bestandje hek en daar haal ik mijn singles en ook weer zo bij. Van, ik heb singles en artiest, wat voor titel. Zit een originele hoes om zit een kopie hoes om of zit erin omheen met veel plakband, zeg maar. Want ik had bepaalde dingen in de bak staan, dat ik denk van die hekken wat Timo vaker had. En die heet dan in de bak staan met een hoest, dat je denkt van nou, daar ben, die heeft al achter 3 vrachtwagen naar links, zeg maar. Dus je bent het overzicht een beetje kwijt eigenlijk? Ja, niet helemaal, maar wel bepaalde dingen dat je denkt van god, daar had ik toch wel iets beter op kunnen letten. En, maar goed, daar kom je dan achter. En, dus ik heb ze er allemaal in staan, ik heb nu ook nog een stapeltje link, dat moet ik nog weer invoeren. Nou, dat doe ik dan één keer in de zoveel tijd, dan pak ik er hem voor zitten, dan stempel ik allemaal hem nieuwe hoesjes eromheen en dan stickertje erop, voer ik erin. Als ik weet van wat ik weet best goed waar ik wel en niet heb, van goh, ik heb dan een slechte hoes of kopiehoes, dan leg ik dat apart, zeg maar, en dan komt, moet ooit nog een keer ergens uit worden zocht waar dat er zit, zeg maar. Maar dan zorg ik dat originele hoesje eromheen komt en zo hoor ik een beetje bij. Ja, en toen kwam ik erachter dat ik op de 3000 singles er 3 dubbel in had zitten. Dus dat viel me dan al met. Redelijk, toch? 2 keer Bocanto sterrengroet. Nee, gekke idee. Oh, nee, maar simpele spul. Maar ja, ik had wel mooi. Catania Stein op Hopse La Fide hakte 20 van zonder hoes. En volgens mij heb ik me 6 keer, of vooral had ik hem nu al in de bak had zetten of niet. Of zo, maar die zat er 6 keer in, zeg maar. Oh. Verder, dus die had ik elke keer een beetje beïndrukt. Ja, verder wist ik redelijk goed wat ik heb. Heel af en toe met een hoesje wat een andere fotohoes heb, dat ik denk van, heb ik dat nu, heb ik dat niet. En verder kan ik redelijk goed bij om hoe de collectie in elkaar steekt, zeg maar. Ja, dat komt ook denk ik omdat je hecht de waarde aan, je steekt de tijd in en je hebt wekelijks in de hand natuurlijk. Ja, en ik heb het ook wel uit partijen gekocht, maar Lester Jorn bent nooit met partijen bij zo'n pak uithaald, zeg maar. Ben ik hier 5 singeltjes, door een keer 10 singeltjes. En dan hoor ik wel op. En ja, hij is ook allemaal apart in handen. Kijk, als je begint met vinyl verzamelen en die koopt direct 4 koffers en 3,5 is goed. Ja, dat weet ik zeker. Dan weet ik niet precies waar je hebt en waar je niet hebt. En dit is wel aardig zorgvuldig bij elkaar spaart, zeg maar. Dus ja, ik heb dat redelijk in het hoofd. En nu met dat Excel en zo, ja, ik had dat nooit, jongen. Ik had er altijd aan mogen op beginnen. Door ik zeggen, nou, dan moet ik eerst mijn been breken of zo. Nou, dat werd dus corona. Maar ik heb het in Excel staan, dus ik kan het allemaal een beetje bijhouden. Ja. Ja, goede timing. Ja. Goed de goede kant van corona. Ja, ja, misschien dat wel. Ja. Enige positieve zo ongeveer. Nou, zeker. Goed, Rutger, de Anderstalige. Ja. Toch een beetje. Ja, ik zit Templar, een beetje. Ik zit een beetje in twijfel. Ik heb zeg maar iets uit dialect en ik heb wat Frans.
En ja, ik denk dat er heel weinig mensen Frans dreven dat er geert. Zeker. Ja, Frans van Maria misschien, ja. Maar daar komt die voornaam wel op. Die beste man kom je nog tegen. Ja, ja, Esky Brothers, Nans Better Rastus. Vind ik prachtig ding, dat accentje en zo vind ik mooi. Nog niet zo heel lang in de collectie, ook niet heel makkelijk, maar gewoon grappig om te horen. Maar ik heb toch gekozen voor Franstalig. Tegenwoordig hoor je nog wel veel de Nederlandse versie ervan. Maar ja, dit hoor je wat minder. En ik ben zelf ook heel reëel, zal hem zelf ook niet altijd draaien maken. Maar ja, even wel wat. Het stil niet tegen. Nee, het stil niet tegen. Het is gewoon iets apart. Meeste Franstaligen kunnen wel in de auto knikken, maar dit, ja, dit mag ik graag horen. Het is ook een beetje verstaanbaar. Ciao, bonjour, salut. Ja. Hij begint voordag over een krabier de man en een kuus was aan en een neer. Dat past ons helemaal. Ja, ja, dan kan ik niet meer bedden met rennen. Nee, het is, ja, ik denk dat zelf ook wel werd. Les die nu heb ik minder, maar vroeger was dit toch wel een plaat waar je veel had. Iedereen in de bak had zitten. Iedereen in de bak had zitten. En ja, ik vind het nog steeds wel een plaat dat ik hem wel. Misschien ook wel omdat hij een beetje romantisch is en ik dat totaal niet ben. Dat ik af en toe een beetje aan moet denken of zo. Nee. Maar nee, ik vind het mooi ding om te horen. Wat ik zeg, we hadden het net ook wel even over van ja, ik twijfelde. Ja, ik heb me wel heel wat plaatlingen van denk, moet ik dat doen, moet ik dat niet doen. Dialect vind ik ook mooi. Maar hou een paar dingen vanuit een dialect en ja, ik denk anderstalig, hè, is dit wel een heel mooi ding. Ja. Toch nog even over de sneerste, digitaliseer je die ook allemaal zelf nog op harde schijf? Of, Helemaal niks. Nee. Okay. Want zorgvuldig wist je allemaal netjes dat alfabet wat er is, zeg maar. Oh, dat waar. Maar dat digitaliseren dat neemt best wat tijd in beslag. Ja, ja. En dan denk ik, ja, het is allemaal wat betaald, dat moet er maar gewoon staan, zeg maar. Ah, en ik ben wel heel reëel, hij met een cd'tje, hij pakte een mooie track en hij drukte hem in een cd-speelde, daar ben je dan mee bezig. Ja. Met een computer draaien of zo. Ja, ik zeg al, die Spotify is een lelijk iets. En daar blijf ik ook gewoon een beetje bij. Van, ja, je moet gewoon bezig zijn met platen draaien, zeg maar. Ja, met 3000 singles, hè, dan maak je ook wat met. Maar ja, daar staat ook langs dingen op, die bent niet op vinyl. En het helpt toen natuurlijk ook met verzamelen. Dat je op cd denkt van, hé, en laat het op vinyl tinkelen. Ik kan me eten een beetje in kwiet, zeg maar, dat ik zeg van, goh, ik kan al mooi wat vinden wat ik niet heb, zeg maar. Dus dat, door kan ik dan een beetje me eten in kwiet, dat ik denk van, oh, een cd'tje dit. En je komt nog achter dingen achter van, goh, is dat eigenlijk ook op cd? En vinyl hetzelfde, hè. En ja. Ik ook nog langs dat ik denk van, huh, is dat op vinyl? Mooi voorbeeld, Gijs Hulbrink, Boudewijn de Groot. Ja. Avond. Ja. Geen idee dat dat op vinyl was. Nee. Nou, Jim King. Ik heb hem direct maar hem besteld. Want, ja, hè. Op z'n keer. Ja, wat mooi daar. We zijn niet veel, jongens, brengt u toch nog op idee. Ja, brengt een beetje op plan, zeg maar. Dus, ja. Ja, en, ja. Maar dat wist ik dus ook niet. En zo leer ik nog eens af en toe aan wie. En, ja. Zo komt de collectie langzaam maar compleet, denk ik. Ja, deel je die kennis vol met... Nou, ik ben niet te beroerd dat ik zeg van... dit is dit, of ik zal ook niet zeggen wat dat is of zo. Kijk, ja, nee, ik denk dat het meeste onderhand wat bekend is. Vroeger had je nog Hives. Ja. En er was ook wel zo'n vinyl site. En weet ik nog, daar lag Ralph Bendix, Go-Go Girl. Daar lag over Ralph Bendix lag een lineaaltje. Ja, dat kent toen nog niemand. En ja, snap ik dat ook, maar tegenwoordig is het wel zoveel bekend dat ik denk van goh, en als jongens me een fragmentje stuurt en ik ken het niet, dan probeer ik nog één of vier mensen door te sturen van goh, wat is dit, of en verder ja, zal ik daar niet zo moeilijk over doen. Kijk, ik heb wel wat moois instrumentaal. Ik heb andere als favoriet trouwens, maar ja, dit is wel uniek denk ik als verzamelaar. Dit is Lord Leicester Oost Manchester. Ja. Nou, en dat is dus van... Ik weet niet eens of het erop steert. Cliff Carpenter, op single. Nou, ik denk niet dat veel deur dat hebt. Nee. En dat, dit soort dingen maakt voor mij, dat je zegt van, verzameling mooi, uniek. En als je dit tegenkomt, dan denk je nou dat type wel even van, goh, nu heb ik echt wat unieks in handen, zeg maar. Ja, en dat maakt het mooi. Ja. En het is helemaal niet onder de oor moet steken of zo, maar dit vind ik mooie dingen om te hebben. Dat ik denk van, ja, het zal wel een proefpers een keer weer, ik ben er niet veel van. En dan loop je daar net in en dan, ja, dat maakt het verzameld uniek, zeg maar.
Ja, is wel, wel bekend van LP dit, maar ja, ik heb hem eigenlijk op single nog nooit eerder zien. Nee, en niet de favoriete instrumentale. Dus. Niet de favoriete instrumentaal. Die zak trok hem, ik heb hem erbij gepakt voor de dagtoren. En die sowieso hem omwisselen. De romantica's. Ja, en ja, ik ben toch wel instrumentaal een beetje aanleg van oude spul, zeg maar. Hè, een koto en dat soort dingen. Ja, daar ben ik gewoon niet van. Nee. Dat is niet mijn werk. Maar een beetje Ted Brown gehalte en dan ook dit soort spul. Ja, dat mag ik. Saxofoon of een trompetje van James Last of noem maar op. Mag ik allemaal graag horen. De rubrieken die ik moet bijzoeken van u, daar heet de mooiste instrumentaal. Maar eigenlijk moet er ook nog iets bij van polka, zeg maar. Want ja, dat kun je niet kiezen. Daar kun je lang en breed vertellen. Maar ja, dat heeft gewoon, dat is gewoon mooi. Kijk, en ik kan prima een keer Mario Matti horen en ik kan prima een koor horen. Maar ik zal dat zelf niet snel... snel erop denken. Nou, gaat toch een beetje naar de oldschool instrumentjes uit. Vader Abraham Show Orkest, Ted Brown, James Last. Ja, dat zijn voor mij wel de artiesten dat ik zeg van qua instrumentaal spul is dat echt. Kijk, echt. Bij de polka's betaal je natuurlijk andere prijzen. Is er bij jou nog max aan? Ik zeg altijd over prijzen moet je niet altijd lullen. maar er zit wel een bepaalde max aan. En ook van als je op zoek bent naar dingen van. Bepaalde dingen moet je gewoon voor betalen. Dat weet je gewoon, als je dat tegenkomt en je wil dat GNM, ja, dan moet je gewoon met een polling en dan komt dat weer. Ik ga er geen maandloon of zo, waar je soms ziet dat dingen over de €1000 weggaan, dat ik echt denk van, ja, wat ben ik dat mee bezig met elkaar? Uiteindelijk is het ook gewoon een stukje muziek van 2,5 minuut. Zal ik niet. Niet dat ouders te gaan. En als verzamelaar denk je dan wel eens van, ik heb met een collectie voor dat geld, wil ik hem ook wel doen? Of is die collectie zo geliefd dat je denkt van, dat gaat nooit gebeuren? Ja, uiteindelijk zeg ik altijd, zeg nooit. Hè. En dat zal ook iedere vinyl junk of verzamelaar denk ik zeggen. Je weet ook nooit in wat voor situatie dat je terechtkomt. Ja. En als je hem weg wil doen, ja, de prijzen bent op het moment wel heel goed. Maar ja, ik denk dat ik een half jaar in de ziekte weg kan of zo, dat ik er niet meer van bij kom. Maar ja. Het is natuurlijk iets unieks, je hebt de Jordan Titan zitten. Ja, ja. En dat gooi je niet zomaar weg, dat ga je weg doen. Ik heb echt wel eens dingetjes verkocht dat ik dacht van vind ik niks aan en levert goed geld op. Mm-hmm. Maar wegdoen. Nee, ik heb er eigenlijk nog nooit over nadacht van nou hou ik hem aan de latten of zo. En ik ben ook zo'n vinyl junk die meer tijd hier doorbrengt dan in de woonkamer? Ja, met periodes. Ik kan hier langs allemaal achter elkaar staan en ik kan ook langs zo'n week hebben dat ik zeg van ja, nu heb ik wel wat aan. Of ik volleybal me een beetje en dan mol dit of dan mol dat. En dan ja, de ene week gaat er wat meer in titel zitten dan de andere week. Je bent een beetje druk met dingen cool, langs wat verkopen, maar ja, daar gaat ook titel zitten. Dus ja, al met al in de week spendeer je er nou een paar uur aan. Ja. En, gemiddeld genoeg? Geen idee. Je wordt dus morgens met wakker en je gaat dus al met naar berg, zeg maar. Ja. En tussendoor doe ik nog wel anders. Nee, maar de ene dag zal het veel meer weer. En de andere dag, die gaat ook langs een dag op pad. Dat je zegt van, nou, dan ga ik los van een paar platen. Dan zit ik 2 uur in de auto en dan ben je 2 uur, gooi je 2 uur terug. Ja, dan gaat het hard met de tijd. Ja, ja. En de andere keer, dan ben je misschien maar 3 uur of 2 uur in de week mee bezig. En ja, dat zult ook weer dat je elke dag 2 uur staat, zo ongeveer. Ja. En welke vangst steert er nog het meeste bij? Welke vangst staat mij nog het meeste bij? Even kijken, heb ik dat zo voor handen? Ik heb wel heel veel dingen gevonden dat ik zeg van goh, dat was moeilijk om te vinden en dat vond ik zomaar. Ik heb bijvoorbeeld Pat Simon gevonden, dat is leer een keer weiter, my boy, ben Duitse. Ja. Maar dat bakje mocht ik niet doorkijken, maar dat was toch niet wat voor mij. Ja, en dan ben ik maar zo stel eigenlijk. Zo stel eigenlijk, dus kijk toch bakje even deur en dan trek je dat eruit. Ja, en dat zijn wel mooie dingen. Ja, vooral als je ergens bent en ik heb bijvoorbeeld hier op de Weerloze Markt Anita midden op de straat gekocht. Voor 7 euro zeg ik goed denk ik, om 10:30 's. Nou, 10:30 zou je zeggen dat van... Daar zijn we hard voor geweest. Moet er wel wat langs winnen, dus.
Maar er stond 9 euro op, dus ik heb er ook nog 2 euro op gekeurd. Ja, en dan met zo'n moeilijk ding, ja, dat ben mooie dingen. Nou, als je zoiets treft, zoiets met maakt, maar dat heet niet elke werk. Nee, ik ben niet denken, dat Mark gewoon van, hoe ga ik eens hem van weinig dikke platen scoren. Nee, zo werkt het niet. Je moet gewoon zeggen wat aanloop. Ik zeg al, als je zonder verwachting hebt gehad, dan kun je altijd met wat moois terugkomen. Zo moet je een beetje zien met naar Mark gewoon. Ja. Goed, de favoriete LP? En de mooiste hoes natuurlijk. Ja, ik zal eerst eens hebben de favoriete LP, maar ja, wie mocht een jaar geen instrumentaal en polka, dus ik heb van de favoriete LP maar een polka gemaakt. Kijk. Dat is Gordon Hartman, wel bekend denk ik bij de meesten. Wel bekende deur. Ja, maar... Dit is mooi. Ja. Dit is echt. Hij doet het wat aan. Mooi vooral. Ja. Opgewerkt. Ja, maar het is toch ook gewoon een lekker polkaatje dit. Hè? Ja. Kijk, ik zei net 6 Duitsers achter elkaar, dan dreek ik hem erop. Maar 6 van dit soort polka's dreek ik. Ga die tandje halen. Ja, dan ben ik niet zo heel moeilijk wat dat ageert. Nee, vind ik mooi. Ja. Weet je, polka-spul is toch wat lastiger om te krijgen. Hè? Dat zal elke vinylverzamelaar zal dat behamen. Ja, en Hartman heeft wel een hele, ja, hele bekende song erin. Dat zegt van, god, dit is mooi. Ja. Ik weet vroeger hadden we altijd we hadden zo'n Volkswagenbus. Zo'n T3 ding liep niet harder dan 120. En daar lagen een paar gekopieerde cd'tjes erin. Ik denk dat een kameraad van mijn vader vroeger maakte of zo. En dat is toen van alles op qua gegevens en de muziek. Maar ja, IUM dus. Hij nu in de auto zat, hij had een cd'tje, maar ja, hij er 4 in aan liggen. Ja, dat weet niet nog wat, dat maakt zelf dus, zeg maar. Ja, en daar stond ook dit op, dat weet ik nog, Gordon Hartman. Ja, en ik ken... Eindeloos gehoord, maar verveeld nooit. Ja, dit verveelt nooit. Wat ik zeg, dit is gewoon prachtig om te horen. Mag ik ook, mag graag polka worden. En ja, ik vind Hartman wel een van de mooiere polka-artiesten, zeg maar, qua stijl. Ja, absoluut. Ja. Stralen door het zolder raden, draaien piraten, draaien schip van taal. Twee man in huizen, prikken hen niet aan. Dan zo'n vakantie vinden ze geen straal. Ja, plaat die niet mogen ontbrengen in de piranencollectie. Ja, van de vinylverzamelaar. De plaat zegt toch zelf al, met zonlicht stralen door het zolderraam. Ja. Ja, dat is toch gewoon een beetje van vroeger, denk ik, de piraat van een zolderpiraatje. Kreeg zo'n knudderig gevoel bij. Ja, en ik denk van, god, dat kon er wel zo'n keer van Joram 65 CM erachter zitten, ja, zeg maar, die een beetje stiekem van Marietje naar zolder moet en die een paar platen reed, zeg maar. Dat gevoel kreeg ik hier altijd een beetje. Dat vind ik ook mooi, dan gaan die LP's van die hits voor centamateurs, ja, die mensen knudderig gaan zo'n droogtjes. Sneeuwbaltrio en zo, bent daar ook zeer goed in om die muziek op die manier te brengen. Ja, dat vind ik dit ook, met zonlicht stralend door het zolderraam. Ja, gewoon die tekst is gewoon uniek. Ja. En waar ik de bouwers daar net ook over aan, van wat voor muziek vind je zelf mooi. En een beetje Telstar gehalte vind ik wel mooi. Ja, en er zit dit soort spul snel in. En dat is, ja, ik heb er een paar meer gepakt. Frank en Mirella, Parelvissers van Samoa, Song Selection, Mississippi in de Zomertee. Ja, als je geen zin in lusten, dan ben dit wel plaat. Dat je zegt van ja, toen je voor 30 jaar teruggeven zijn en lusten, toen ben dat reed. En hoe wordt dat als eerste reed? Dit is voor mij, dit is echt chemisch en de muziek. En dit matcht er mooi met de kleuren bij elkaar. Ja, mooi rood is niet lelijk, zeg maar wel eens. Ja, met de mening wel verdeeld, maar Max kan beter niet wat zeggen. Mooi rood is niet lelijk, maar de mooiste hoes in de collectie? De mooiste hoes in de collectie? Ja, ik had er eigenlijk 2 uitzocht. He, ik ben toch altijd wel een beetje van hen, een beetje het schone en zo, waar je net ook wel mooi zag. Ja, dat past erbij. Dat vind ik wel lachen om te hem. Ja. En ja, ik vind zelf Guy Bros, Henry the Horse. Ja, zo heet hier in Twente zegt, dat is gewoon een peer met een sigaar om lip. Ja, wie bedenkt dat nu dan om op een hoes te zetten? Om door oer te zingen, zeg maar. Dat is toch. Het heeft verder helemaal geen betekenis voor mij op dat gebied of zo, maar ja, dat vind ik wel. Vind ik wel lachend dingen dat je zegt van. En ook qua plaat, waar dat Henry the Horse, dat is gewoon. Ja, dat heeft wel wat. Dat je zegt van, goh, als je dat draait, hè, dat is mooi. Dat ik allemaal hadden doen. Ja.
Het is toch rustig in die je in de tent kunt draaien. Iedereen moeiteloos met kan zingen. Dus ja, dat denk ik wel. En kan lallen. En, ja. Maar ja, na 12 uur kan iedereen alles moeiteloos met zingen. En dan kun je beter denk ik polka's gewoon erheen. Maar dan ga je naar bed zingen ook beter. Nee. Ja. Nee, maar dit is ja, is mooi. Mooi, gewoon vlakke plaat. En ja, mag ik graag gewoon. Ja, Gendy Hoes. Gewoon mooi. Wie hebt het net verloren had. Ik denk dat ik voort nog 30 hoes nu kan pakken. En zeg van, goh. Dat is ook wel mooi. Zo bent er zo van die dingen. Maar al die dat ik die hoes zie, dan moet ik wel een beetje glimlachen en zeg van ja. Meestal zie je mijn ander hoesje. Ja. Zwart met oranje, dus ik zie wat minder. Ja, gewoon lachen zoiets. Ja. Ja. Ja, en een gevreesde plaat, de knikplaat. Ja, ik ben niet zo van, dat zult niet alle jongens mij nou vertellen. Maar plaat knikken heb ik ook wel eens gedaan. Dat ik ergens zit van, goh, waar staat dat aan? En dan komt er zo'n herpersing op. En dan haal ze dat ding eraf en dan klik. En dan geloof ze me niet, maar dan gooi ik 20 euro op schap. Want ik denk dat er voor nog wel 1 of 2 jongens kiekt die dat kunnen baren, zeg maar. En, maar knikplaat, ja, ik heb wel iets toch. En wat moet ik ervan zeggen als je dit hoort? Wat makkelijker met zingen. Ja, juist. Het gaat er nog wel in om 12 uur. Ja. En dit ga je dan wel die trompetten en zo, maar ja, voor het begint ze te zingen, ja, en dan snap je denk ik wel. Dan is het echt. Ja, wat over gegeven moment al gezegd, het is niet altijd de meest diepzinnige tekst. Het is ik hou van jou en ik bleef je troon, maar ja, dit is er helemaal niet zo lang over nadacht, denk ik. Nee, dit bevestigt helemaal wel het niveau. Ach, en weet je, ik ben ook wel heel de knikplaat, ja, je zoekt wat u. Ja, ik denk altijd, als het echt een knikplaat is, dat heb ik niet in de collectie. Nee. Ja, er zijn voor mij wat dingen dat ik denk van, nou, dat vind ik verschrikkelijk, maar ja, dat heb ik hem er niet in zit. Nee. En dit had ik in mol in patetje zit, en ik denk, kan er mee door. Misschien. Maar je zult hem op de markt, hij nu weer tegenkomt, komt niet minder. Trek met hem. Als je van een eurotje vindt, dan geef ik goed weer. Ja? Op die manier, dan ben je wel genoeg, denk ik. Nee, maar ja. Nee, ze bent geen plaat waarvan ik zeg van, goh, Rutger, wat zoek je nog in de 1 collectie? Je hebt dit niet. Dan, nee, dan komt er niet dit soort spul op de plank, zeg maar. Goed. Rutger, bedankt voor de tijd. Geen dank. Ja. Wie bent er aan deur, Annie? Ja. Goh, ging snel. Ja. Tief van Pieke Bier. Wat doet er mee in de bouwvak of niet? De bouwvakborrel. Wat doet er mee in? Ja. Goede vakantie in ieder geval straks. Ja, en ik mag vandaan in de expeditie. Dus voor mij geen vakantie. Ik moet gewoon vandaan. Dat klopt. Wat mag ik op aan? Je mag naar Vleringen. Kijk. Nou, Ben. Het Groesmerkersdorp. Ja. Ben die draait bij de firma Marans. Piratencombinatie Vlering. Ja. Ja, en ik heb gehoord uit betrouwbare bron dat hij voorzitter is van de fanclub van Frans van Maria en dat het de originele fanfare hoe tegenwoordig thuis heeft. Maar goed, dat moet je hem zelf maar eens vragen. En hij had ook een bepaalde guilty pleasure, even mij zeg. Zij doen dan mooi met hem over begint en weet ik niet wat gesprekken mag hier, maar denk ik maar dat je een mooi verhaal kunt vooruit. Dus even voor een beetje voorbereid. Ja. Ik ben wat toegegeerd. Ik denk dat hij ook wel met glimlach gestart had. Gaat zeker goed komen. Rutger, bedankt voor de tijd. Ja, dan gaan we. Goed. Succes met de hobby. Dank je.